Oké, maar ik kom terug bij het vervolg van de video waarin ik de kunstwerken in het Brugse centrum laat zien. Dus in het kader van de Brugse Triennale, dus allemaal 2018, allemaal kunstwerken opgesteld in het centrum van Brugge. Op en rond het water met als thema water. Wat dat vooral opvalt, dus dat is ook zo'n constructie die op het water ligt trouwens. De vorige keer hadden we niet alles kunnen afronden, deze keer hebben we dus de andere kunstwerken bekeken. Hier bijvoorbeeld kon je, dat was een metalen constructie, een soort van brug met doeken opgespannen ook. Een soort van zeilen en daar kon je doorheen wandelen. En dan zag je natuurlijk al de bootjes voorbij varen op de Brugse wateren, op de rijtjes en bruggen. Maar je zag ook, als je goed kijkt daar in de verte, zie je een bronzen beeld van Permeke, ook een heel bekende kunstenaar. Dus dat is een vrouw die langs het water ligt eigenlijk. Een bronzen standbeeld daarvan. En ja, je zal zien dat de beelden dus een groot verschil. Dit was eigenlijk op het onverwacht. Ik had niet de intentie om daar naartoe te gaan die dag. We zijn met de fiets gegaan. En ik had vooral ook geen vorm van stabilisatie mee, dus de beelden zijn wat schokkerig. Je kunt eigenlijk de beelden hier goed vergelijken met de beelden van de vorige video rond de Brugse Triennale. Ongeveer dezelfde omgeving, hetzelfde type fotografie of videografie beter. Maar dus deze keer zonder de stabilisatie. Ja, hier sta ik natuurlijk stil, maar in de bewegende beelden dus zonder stabilisatie, wat dan een veel schokkender effect heeft. Ik was ook nog eens met de fiets, dus ik had mijn fietsschoenen aan met die plaatjes, wat dat ook niet helpt om langzaam te lopen. Dit was rond het Belfort een constructie van hout en glas, waar dat je in het midden een soort pleintje had met kunstgras, waar dat hier mijn dochter op loopt. En dan zie je daar de Halletoren in de verte. Het was eigenlijk niet zo'n super goed weer. Het heeft nu en dan wat geregend en toch was er enorm veel volk die dag. Nu, er zijn een aantal dagen in België heel goed weer geweest. Het is echt meer dan 30 graden. Niet alleen in België trouwens. En ik veronderstel een beetje dat het voor veel mensen te warm was en dat veel mensen blij waren nu dat het wat koeler was. En dan ze er daarom allemaal op uittrokken. Dus hier had je nog een binnentuin met een boom. Waarin dat, in die boom had je dan allemaal zakdoekjes eigenlijk. Waar dat je met een permanent marker iets kon opschrijven. Een boodschap kon nalaten. En mijn mama die al geweest was, liet haar zien op de beelden wat dat zij had opgeschreven. Dit was dus alles draait rond het water. Dit was een constructie op het water die volledig dreef op het water. Dat was een maximum capaciteit. Het was zeer mooi gemaakt. Het was telkens met dubbele balken. Je ziet hier twee balken naast elkaar, een constructie. Waarbij dat er tussen die twee balken een metalen verbindingsplaat gespannen was. En dan die balken maakten verschillende kruislinkse bewegingen om zo stevigheid en structuur te voorzien. Het waren denk ik twee verdiepen gelijk voor het eerste en tweede verdiep. Hier zie je die metalen constructies trouwens heel goed. Dus die bouten en die balken en daar zitten stukken tussen die balken. Dat je verschillende maquettes ook staan. Waar dat ze lieten zien wat er mogelijk was met dat type bouw. En dan ook een aantal heel mooie kunstwerken in die sfeer ook. Tekeningen waren het denk ik. Maar heel mooi gemaakte tekeningen die constructies en zo lieten zien. Ja, wat dat we de vorige keer niet hadden gedaan, was eigenlijk je kon op een aantal locaties, zoals bij die blauwe walvis die we de vorige keer gezien hebben, kon je binnen gaan om ook meer materiaal te zien rond hoe het gemaakt is en dergelijke. Meer hoe dat de kunstwerken tot stand gekomen zijn. Er waren bepaalde wedstrijden ook. Dus hier bijvoorbeeld waren er ook maquettes te zien van andere deelnemers die dat niet gehaald hadden. Dit was een constructie waarbij dan ze lieten zien dat ze aan de hand van containers die ook op het water drijven, dus opnieuw dat water, torens konden maken, maar dan ze ook die containers konden laten drijven. Hier zie je bijvoorbeeld dat het plattegrond van Brugge en dan welke delen door de opwarming van de aarde zouden overstroomd geraken. En die containers dreven op het water en kon je dan met elkaar verbinden, zoals je hier ziet, met kleine bruggetjes, waardoor je van de ene container
naar de andere container kon gaan. En zo creëerde dan allemaal aparte ruimtes die toch allemaal verbonden waren met elkaar. Dus allemaal in de Brugse binnenstad, een heel, heel mooie locatie. Dat is dan een van die gebouwen waarvan ik sprak, waar je binnen kon gaan. Dus dat is bij de Walvis, daar kon je een folder vinden. En daar waren ook nog andere maquettes en kunstwerken en dergelijke te zien. Eigenlijk binnen diezelfde tentoonstelling. Mijn mama die had een tijdje terug in datzelfde gebouw ook een tentoonstelling of werk tentoongesteld. En ze zei dat het gebouw volledig van binnen opnieuw ingericht geweest is. Opnieuw geschilderd, allemaal oude rekken die weggehaald zijn. Volledig vernieuwd binnenin. Puur voor die Brugse Triennale, dus voor die tentoonstelling. Dus heel mooi. Dan zie je dat gebouw heel mooi in orde is. Dat is een maquette van dat gebouw van hout en glas met dat kunstgras in het midden. Die ik eerder heb laten zien. En nog een aantal foto's ook op de achtergrond. Dat zijn maquettes van die containerconstructies. Dus hier ook dan een aantal verschillende maquettes gemaakt zijn. Deze zijn, dat zijn denk ik inzendingen die bij maquettes gebleven zijn, dus die nooit volledig uitgewerkt zijn, of ik heb ze toch nog niet uitgewerkt gezien. En dat is allemaal plastic. Voorbeelden van plastic die in die walvis verwerkt geweest zijn. Dus dat is een maquette van die walvis. En het skelet daar. En dan dit is echt een maquette waarin dat je ook de stukken plastic verwerkt ziet eigenlijk. En voor een indicatie van de schaal zijn er hier ook een paar twee kleine mannetjes verwerkt. En als je dat ziet, dat is eigenlijk die locatie komt overeen met die balustrade op die brug. En hier was een tentoonstelling rond architectuur eigenlijk op dit moment bezig. Dus dat was bijvoorbeeld de constructie gemaakt in metaal, heel dun metaal. Met allemaal stervormige dingen uitgestampt. En dat waren eigenlijk allemaal repen die aan elkaar verbonden, of stroken beter, die aan elkaar verbonden waren. Waardoor dat je dat soort organische vormen kon maken. Maar je kon er ook helemaal doorlopen. En dan dit bijvoorbeeld was een constructie die gemaakt was. Eigenlijk, het leek op een skelet van een vis eigenlijk bijna. Maar elk element dat daarin verwerkt was, was eigenlijk een kopie. Dat waren allemaal dezelfde stukken. Dus die stukken die met elkaar verbonden zijn, allemaal exact dezelfde stukjes. En gewoon door die op een bepaalde manier aan elkaar te gaan linken, kreeg je zo een grote vorm. Een prachtige locatie ook trouwens. Hier zie je dan een beetje, ik denk dat dat nu een rusthuis is. Dat is de oude vleugel daarvan. Het is ook een moderne vleugel aan. En dat was het eigenlijk, dit is maar een fractie van wat er te zien was. Als je geïnteresseerd bent in architectuur, zeker gaan kijken, het is echt de moeite. Dat was het, bedankt voor het kijken en tot de volgende.